Ik ben Louis en je kijkt naar de aflevering van Fiets voor de Shop verteld. Ik ga het hebben over het MIC HD systeem. MIC staat voor Mounting is Key. Ik ga je uitleggen hoe het werkt en wat voor accessoires je voor het MIC systeem kan gebruiken. We hebben hier als voorbeeld staan een gazelle bloem. Die heeft een MIC HD-drager. De HD staat voor nog zwaardere accessoires, eventueel kinderzitjes. Je kan de MIC-drager herkennen aan de inkeping die hier aan de voorkant zit en dat staat er ook op. Mocht je nou thuis een accessoire hebben of die wil je gaan kopen die niet voorbereid is voor MIC, er is een adapterplaat. De adapterplaat schroef je onder je tas. Dit zit dus onder de tas. Je klikt het als het ware hierop en klik, hij zit vast. Als je de tas mee gaat nemen, hier zit een toetje. Daar heb ik een sleuteltje voor, een verlenger. Ik stop hem hierin en ik neem de tas met de adapterplaat neem ik mee. Ik heb wat accessoires bij elkaar gezocht waar standaard de MIC adapterplaat onder zit. Dit is een gezellig tas. Nou, eigenlijk hetzelfde verhaal. Je klikt er zo onder, klik vast. Ik kan het ook met mijn vinger doen en met de hand omdraaien haal ik hem eraf. Er is ook een hondenmand. Nou, mocht je een hondje hebben die heel graag mee fietst, vinden honden altijd leuk, weet ik uit eigen ervaring. Ook weer hetzelfde verhaal. Ik haak hem erin. Kwestie van erin klikken. Het hondje zit achterop. Er bestaat ook nog een soort een korf hiervoor, dat ze er niet uit kunnen springen. En je kan je hond ook vastzetten aan een riempje. Om het accessoire eraf te halen heb ik een verlengstuk. Kan je hier tussendoor steken, zodat je heel makkelijk klik het mandje kan, hondenmandje kan verwijderen. Aan de voorkant bij deze gezellen zit ook nog een drager die voorbereid is voor MIC. Daar kan je eventueel een kratje erop monteren of zelfs eventueel de tassen. Als accessoire heb ik hier de Urban Icky. Dat is een zitje wat eigenlijk direct past op de MIC-drager. Het moet wel een MIC HD-drager zijn, omdat hij wat meer gewicht kan hebben voor je kindje en het zitje. Kwestie van er even omheen schuiven. Wat ontzettend handig is, als je dus een fiets hebt die niet voorbereid is voor het systeem, je neemt een carrier plate, zet je op de tweede fiets, zodat papa en mama allebei het zitje kunnen gebruiken. Is heel makkelijk overzetbaar. Mocht je een fiets hebben zonder een MIC-drager, maar een gewone drager, zoals bij deze Cortina, dan heeft MIC een carrier plate. Die monteer je op je bagagedrager en zo maak je hem dus geschikt voor alle accessoires die ik net heb laten zien. De carrierplaat monteer je op deze manier achter op de fiets. We hebben weer een accessoire, een tas, de MIC carrierplaat, eigenlijk net zo makkelijk als de bagagedrager die erop voorbereid was. Je haakt hem erin, je klikt hem vast. Het voordeel van het MIC systeem, je kan heel snel wisselen wat accessoires betreft. Ik heb natuurlijk al de dubbele tas laten zien, er bestaat ook een kinderzitje, we hebben net de hondenmand gezien. Normaliter zit een dubbele tas altijd vast met vier riempjes. Nu kan je heel makkelijk zeggen, joh, ik heb de tas niet nodig, ik haal hem eraf. Je kan ook mee de winkel innemen heel makkelijk om boodschappen te halen. Als ik al een nadeel mag benoemen met de carrierplaat, het is wel zo, als je accessoire eraf haalt, ja, dan zit er natuurlijk hier een plaat die misschien soms wel in de weg kan zitten voor andere spullen. Bij de gewone MIC-drager, die al MIC voorbereid is, heb je dat probleem natuurlijk niet. Ik hoop dat je het filmpje nuttig vond, dat je nu begrijpt hoe het MIC HD systeem werkt. Voor meer filmpjes abonneer je op ons YouTube kanaal.